Hallo, goedemorgen. Ik ben Jannes. Wat doe jij hier net bij Vlaio? Hey Jannes, ik ben Gert. Ik ben het teamhoofd van Data & Monitoring en ik heb mee vorm gegeven aan het team dat nu aan de slag is met data en cloud technologie. Hey Jannes, wat is voor jou de voornaamste reden geweest om te solliciteren bij een job bij Vlaio? Ja, mijn voornaamste reden was vooral, ik solliciteerde voor een job waar dat ik nog geen ervaring voor had. En uit de vacature die dan online stond, leidde ik toch af dat niet ervaring alleen belangrijk is, maar toch ook vooral uw motivatie, uw willen leren on the job. En ook bij het eerste gesprek had ik meteen ook dat gevoel dat wel goed zat. Een tweede ding is, als data scientist willen we natuurlijk aan de slag gaan met zoveel mogelijk data, met zoveel mogelijk interessante data. En daarvoor zit je bij Vlaio natuurlijk perfect. We hebben heel veel data waarmee dat we aan de slag kunnen gaan. En de projecten die dat je hier aflevert, die hebben ook een hele grote impact eigenlijk. Hè. Rechtstreeks ga je de werking verbeteren binnen Vlaio, maar onrechtstreeks maakt het eigenlijk gemakkelijker voor ondernemers verspreid over gans Vlaanderen. Wat apprecieer jij nu het meest aan werken in ons team? Wat mij enorm aansprak, was de grote focus op innovatie en ook de heel grote bereidheid om datagedreven te werken binnen Vlaio. Er waren geen datagedreven werking voor mijn komst. Dus het was heel fijn om met de modernste infrastructuur en technieken een team te kunnen oprichten. Ik vind het heel fijn dat wij nu een jong en een dynamisch team zijn. We hebben op korte tijd erg veel gerealiseerd. Dit is dan ook, heeft dan ook geresulteerd tot een pluim van het Rekenhof voor onze data-infrastructuur, waar ik ook erg trots op ben. En Jannes, wat vind jij interessant aan je job? Ja, het leukste hier vind ik toch wel de vele innovatieve projecten waar dat we mee aan het werken zijn. En er is hier ook een hele open cultuur toe naar innovatie. Hè. Niet elk idee zal misschien tot een nieuw project leiden, maar ze zijn altijd zeker paraat om te luisteren naar uw argumenten of naar uw voorstel. Ja, en zo'n voorbeeld van zo'n project is bijvoorbeeld een NLP-tool dat automatisch de dossiers die dat wij binnenkrijgen gaat proberen labelen over wat het gaat. En daarnaast, naast onze innovatieve projecten, hebben wij ook echt wel zeer moderne tools, zeer moderne applicaties. We zijn cloud-based, we hebben een data lakehouse, dus we moeten zeker niet onderdoen voor de grotere bedrijven. En Gert, we hebben nu een groot aantal vacatures openstaan hier bij ons. Waarom moeten mensen met een IT-profiel geïnteresseerd zijn in onze vacatures? Dus naast het feit dat wij een topteam hebben en een zeer moderne infrastructuur, is dit ook een job waar je echt het verschil maakt. Er is ook zeer veel aandacht voor de work-life balance in onze organisatie en met erg veel begrip voor ieders thuissituatie. Daarnaast is er ook erg veel flexibiliteit en thuiswerken zijn een grote troef voor het werken bij Vlaio. Dus heb je interesse om onze collega te worden, aarzel niet en reageer op onze vacatures.